De schootsteek. We hebben een enkele en een dubbele schootsteek. Die ga ik vandaag ga ik allebei laten zien. Voor een schootsteek heb je een lus nodig en een uiteinde. Je hebt de lus en het uiteinde. Het uiteinde steek je vanaf onder door de lus heen en draai je aan de onderkanten weer door en steek je weer door het losse uiteinde heen. Dit is de enkele schootsteek. Wil je een dubbele schootsteek, is het begin precies hetzelfde, alleen draai je hem een keer extra doorheen. En dan heb je de dubbele schootsteek.